We zijn hier op de IFA-beurs in Berlijn en Lenovo heeft hier een nieuw uniek apparaat gelanceerd. Het is de Lenovo Yoga Book. Het is een 2-in-1 apparaat, zowel een laptop als een tablet. Hij komt in twee smaken op de markt. Een 600 euro kostende Windows versie en een 500 euro kostende Android versie. Dat zijn wifi-only apparaten. Als je iets meer betaalt, dan kun je ook gaan voor een versie waar je een simkaart in kan stoppen. Maar de meeste mensen zullen waarschijnlijk toch voor de wifi-only versie gaan. Ze zijn verkrijgbaar vanaf september. Nou, wat dit ding heel interessant maakt, is dat er technologie van Wacom in zit. En die zijn bekend van de tekentablets. En dit is eigenlijk ook een tekentablet. Het toetsenbord is helemaal vervangen door een vlak oppervlakte. Waar je ook mee kunt typen, maar dan werkt het eigenlijk meer zoals een tablet. Dus het voelt aan alsof je op een tablet typt. Dat oppervlakte is natuurlijk heel interessant voor designers of kunstenaars. En wat helemaal mooi is, dat maakt hem heel erg compact en plat. Nou, voor een tekentablet heb je natuurlijk ook een pen nodig. Nou, die zit er ook bij. Het bijzondere aan de pen is dat er een sensor in zit die alles opslaat wat je doet. Dat hoef je niet per se op de yogaboek zelf te doen. Als je dus dit ding op papier gebruikt, dan wordt ook alles opgeslagen. De tekeningen of aantekeningen die je maakt. Wat ik nog wil toevoegen is dat alles wordt opgeslagen in Lenovo's eigen app op Android. Gebruik je nou de Windows versie, dan gebeurt dit in OneNote. Stel je bent aan het schrijven op een kladblok en je gaat de bladzijde omslaan. Dan zit er een speciale knop op het apparaat. Die moet je even dubbel indrukken en dan ga je naar de volgende bladzijde. Je kunt het toetsenbord dus ook op de traditionele manier gebruiken. Dus dat je echt gewoon gaat typen. Om dat te kunnen doen moet je natuurlijk wel weten welke toetsen er zijn. En je kunt het laten oplichten. Typen zelf is niet zo heel prettig, maar ja, misschien ben je eraan. Ik vind het scherm er goed uitzien. Lekker heldere kleuren. Maar wat mij betreft hadden de schermranden wel wat smaller gemogen. Lenovo claimt dat de accuduur van dit apparaat wel 15 uur lang is. Dat het ook een krachtig apparaat is. En dat je er heel fijn op kunt werken. De boek draait op een recente Intel Atom processor. En heeft een opslag van 64 gigabyte. Voor meer specs kijk je onder deze video. Of de claims van Lenovo echt kloppen, gaan we natuurlijk testen. Dat gaan we zo snel mogelijk doen en hou daarvoor onze website in de gaten. Nou, deze combinatie van tekentablet en notebook of tablet is echt nieuw. Wat vind je er nou van? Laat een reactie achter onder deze video.